Hopelijk zijn jullie al een beetje bijgekomen van die krankzinnige, knotsgekke bekerpot tegen NEC. Maar we gaan meteen weer door, want zondag is het weer tijd om te vlammen tussen de pompenbladen. Het is de traditioneel lastige uitwedstrijd. Maar ook de wedstrijd van Jens van afstand. En dit kan! Ja! De hat-trick. Kuit, ja, dan is het de Arnhem natuurlijk. Daar is Kuit weer. De eendagsvlieg. En dat betekent zorgen voor Van Marwijk, want die heeft op de bank een jonkie zitten. Eigenlijk de zesde doelman in de rangorde die zich nu opwarmt. Jesper Hoogendoorn is de naam. En dat bizarre scenario waarbij gelijkspelen voor allebei de clubs geen optie was. Feyenoord dat uit het dal omhoog krabbelde. Het is SC Heerenveen tegen Feyenoord. Nog even terug naar de voorbereiding richting deze wedstrijd. Feyenoord won woensdag na strafschoppen van NEC. En met Heerenveen in het vooruitzicht doet dat ons terugdenken aan die gestopte penalty van Justin Bijlo. En de laatste vijf strafschoppenseries wist Feyenoord allemaal te winnen. Waaronder ook eentje in Heerenveen. Met onder andere deze twee onvergetelijke penalties. Pelle of Nordveld. Pelle. Oh, dat deed hij ooit op het jeugd-EK in Nederland. En hij flikt het hier opnieuw tegenover Nordveld. Penalty nummer 10 voor Feyenoord. Is het dan nu beslist? Jazeker! Feyenoord plaatst zich voor de kwartfinale. Maar nu dus weer de Eredivisie. Zoals eerder benoemd, een traditioneel lastige uitwedstrijd. En dat zien we terug in de statistieken. De Friesen wonnen 11 van de 30 keer. Maar Feyenoord won wel twee wedstrijden meer. Waaronder die van vorig seizoen. En dat het traditioneel lastig is, was vooral aan het begin van dit millennium merkbaar. Want sinds die goal van Tininho in het kampioensjaar, wist Feyenoord daar 11 jaar lang niet te winnen. Tot deze wedstrijd, met onder andere een beauty van Thomasson. Biseswar, Makai, Wijnaldum en daar is Jondal Thomasson. Is die onderweg naar 0-2? Dinsdag is te laat en deze is prachtig! Het lijkt einde wedstrijd. En over kampioensjaren gesproken. Hoe ontzettend belangrijk was die goal van Vilena. Hij hoekte bij het juichen bijna Karsdorp knock-out. En uitgerekend Vilena. Hij mocht deze wedstrijd spelen omdat Feyenoord beroep had aangetekend tegen zijn schorsing. Dan nog een paar weetjes. Eerder dit seizoen hielden beide teams de lakens schoon in de Kuip. Het was de enige wedstrijd dit seizoen waarin Feyenoord niet wist te scoren. Maar het is nog nooit voorgekomen dat Feyenoord in allebei de ontmoetingen met Heerenveen geen doelpunt wist te maken. En nog een weetje. Quinten Timber en Kees van Wonderen kennen elkaar goed. Want zij wonnen in 2018 het EK met Oranje onder 17. Zondagmiddag gaan de spelers weer in de houding staan voor het Friese volkslied. Maar we gaan keurig staan, wees maar niet bang. En kort daarna om 2:30 fluit Jochem Kamphuis voor de aftrap. Ben je niet in het wederom uitverkochte uitvak? Kijk dan op ESPN3. En ook online zet Feyenoord ons in vuur en vlam. Fijne zondag en een fijne wedstrijd.